Christian, we staan hier in Zaandam bij de Houthavenkade. Kan je iets vertellen over wat hier gerealiseerd gaat worden? Ja, we staan hier naast het terrein waar een hele grote gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. Het project Houthavenkade. Maar liefst 710 woningen worden hier gerealiseerd. Waar het Healthcare Fund 108 woningen van heeft aangekocht afgelopen... Ja, net voor de kerst eigenlijk. Oké, en wat voor woningen zijn het? En voor wat voor een doelgroep zijn ze bestemd? Het zijn 108 zorgwoningen in het segment assisted living. Dat betekent dat ze geschikt zijn voor ouderen. En in het complex faciliteren we ook nadrukkelijk de ontmoeting. Dus er is een collectieve ruimte. Ook voor de zorgverlener om aan te landen en ook voor de community host. Waarmee we willen stimuleren dat daar echt op een actieve wijze ontmoeting plaatsvindt tussen de bewoners. Vertellen waarom dit een typische bouwinvest-investering is? Nou, allereerst is het credo locatie, locatie, locatie. En deze plek is buitengewoon goed. Ook is er in de Holland Metropool en ook in Zaanstad op de middellange termijn gewoon een enorme vraag naar seniorenhuisvesting. Dus dat is al twee punten die heel erg belangrijk zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk eigenlijk bouwinvest breed een hele grote focus op betaalbaarheid. Dit project draagt daar ook in hoge mate aan bij, want ruim 70% van de woningen zit in het middenhuursegment. En een andere belangrijke pijler is duurzaamheid. Dus het draagt op verschillende aspecten bij aan de doelstelling van het fonds en groter ook aan de uitleg die wij geven aan Real Value for Life. Ja, mooi. Het moet nog helemaal gebouwd worden. Er is nu eigenlijk nog heel weinig te zien. Maar op wat voor een termijn gaat hier iets gerealiseerd worden? Dit eerste kwartaal van 2023 zijn de eerste sloopactiviteiten gestart. Daar waar specifiek onze woningen komen, gaat het volgend kwartaal beginnen. En dan is het de bedoeling dat halverwege 2026, dat in één bouwstroom dit hele project, dus alle 710 woningen, gerealiseerd gaan worden. Okay. Alle woningen in dit complex zijn verkocht. Dus er is geen risico dat we in een half af gebied onze woningen dadelijk hebben staan. Nee. Over een paar jaar, nou ja, goed, 3,5 jaar, hebben we hier een prachtige investering op een hele mooie gebiedsontwikkeling. Ja, zeker.